Je was dus verkouden en je ging stomen. Ja. En toen viel die bak in je schoot. Ja. Ja, jeetje, wat heftig. Hoi hoi, leuk dat je weer naar mijn video kijkt. Vandaag ga ik op bezoek bij een hele leuke jonge meid. En ik ontmoet een arts die alles weet over jeuk bij brandhonden. Let's go. Ik ben in Olst. Ik moest het even opzoeken, maar het is net boven Deventer. En ik heb een afspraak met Marieke. Marieke is 12 jaar en heeft een bijzonder verhaal. En dat wil ze met ons delen. Kijk je mee? Kijk, hier zit ik dus naast Marieke. Kun jij ons vertellen wat jou is overkomen? Ja, 2 jaar geleden, toen was ik 10, dat ik brandhonden gekregen. Doordat ik aan het stomen was met heet water. En ik had een beetje een te lichte bak en ik had een veel te grote handdoek. En toen ik mijn hoofd omhoog deed, toen viel de bak over mijn schoot heen. Je was dus verkouden en je ging stomen. Ja. En toen viel die bak in je schoot. Ja. Mijn vader had in de ambulance gebeld en ik was onder de douche gaan staan om te koelen. Ja. En ja, toen ongeveer een kwartier later kwam de ambulance. En toen had ze me naar Deventer gebracht. En daar hadden ze foto's gemaakt en die hadden ze naar Groningen gestuurd. En toen ben je met de ambulance naar het brandwondencentrum In Groningen gegaan. Ja. En de reden dat jij mij benaderde was vanwege de jeuk. Je hebt heel erg last gehad van jeuk. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, door de genezing begon het heel erg te jeuken. Toen ik uit het ziekenhuis was, ook al in het ziekenhuis, maar toen kreeg ik er best veel medicijnen tegen, dus daar merkte ik niet zo van. En toen had ik dus drukkleding gekregen, dat hielp al wel wat. En toen heb ik het ook vet gehouden en koel. En dan helpt het ook tegen de jeuk. Maar nu is het inmiddels 2 jaar later. Het gaat goed met je littekens? Ja, ze worden ook steeds minder zichtbaar, steeds soepeler. En ze jeuken nu ook bijna niet meer. Fijn. En doe je er nu nog iets aan, aan behandeling? Ja, ik doe microneedling, waardoor ze ook weer mooier, soepeler en gladder worden. Oké, dus needling, dat is bij de huidtherapeut? Ja. Met naaltjes dat ze dan prikken in de huid? Ja, en dan wordt het collageen, dat is een stofje die in de huid zit, die littekens dik maakt. Die wordt dan meer verspreid, waardoor het minder dik wordt en soepeler. Oké. Dankjewel Marieke, dat ik hier zo met jou heerlijk in de tuin mocht zitten en naar je verhaal mocht luisteren en dat je dat wilde delen met ons. Is er nog iets wat jij kwijt wil aan de mensen of misschien aan andere kinderen met brandwonden? Ja, als je brandwonden hebt en je zit er veel mee, is het misschien ook fijn om naar vakantieweken of brandwondendag andere activiteiten te gaan. Want dan moet je ook andere lotgenoten en het is ook fijner, want ze begrijp je ook sneller als je het over brandwonden hebt. Mooi. Nou, vind ik een hele mooie afsluiting. Dankjewel, nogmaals. En mocht je vragen hebben voor mij of voor Marieke, laat ze vooral eventjes hieronder weten. En dan speel ik ze door. Dankjewel. Doei. Nou, hier loop ik weer weg. Wat een onwijs leuke, lieve meid is die Marieke. Ik vond het leuk dat ze haar verhaal zo met ons deelde en de kamer nog even heeft laten zien. Ja, hier word ik gewoon heel vrolijk van en ik merkte, het gaat gewoon super goed met haar komen. En ik ben gewoon een beetje trots. Ik heb nu een afspraak met Kelly hier in het ziekenhuis. Ik ben doorverwezen naar Kelly, want zij schijnt alles te weten over jeuk bij brandhonden. Klopt dat? Nou, ik durf niet te zeggen dat ik alles weet, maar wel redelijk veel. Ik heb zelf namelijk hier 4 jaar lang onderzoek gedaan naar onder andere de behandelingen van de jeuk bij brandwondpatiënten. Oké. Okay. En je hebt een huidmonster meegenomen? Ja, zeker. Ik dacht ik kan wat vertellen over hoe de huid in elkaar zit. Ja, precies. Misschien is dat handig voor ons om eerst eventjes te weten. Ja, de huid die bestaat uit meerdere lagen, ongeveer 3 lagen. De opperhuid, de lederhuid en de vetlaag die je eronder hebt. En als een patiënt een brandwond heeft, dan betekent dat eigenlijk de hele opperhuid al verdwenen is. Dan heb je dus een wond en afhankelijk van hoe erg de lederhuid is aangedaan, heb je een ondiepe of vrij diepe brandwond. En dat kan helemaal tot volledige laag zijn. Oké, okay, ik heb met Marieke gesproken. Marieke had heel erg veel last van jeuk. En ze is zeker niet de enige. Kun je ons iets vertellen over de jeuk? Hoe komt dat? Ja. Dat is een goede vraag. Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar er zijn grofweg 2 redenen waarom patiënten jeuk ervaren, denken we. Enerzijds is het door waarschijnlijk het stofje histamine.
Histamine stofje, dat is een hele nuttige stof in het lichaam, maar het geeft ook het gevoel van jeuk. Hè? En jeuk is het gevoel dat moet krabben of duwen. Ja. En een andere reden waarom patiënten jeuk kunnen hebben is waarschijnlijk door een aantasting van de zenuwvezels. Die voorstellen, hier zitten zenuwvezels in, als die brandwond erg diep is, dan raken ook die zenuw beschadigd. En die kunnen in meer of mindere mate kunnen die zich weer herstellen. En er zijn zenuwvezels die zorgen voor jeukprikkels. En als die beschadigd zijn, kunnen ze dan een verkeerde prikkel geven, namelijk jeuk. Ja, en heb je dan aan het begin of aan het einde, wanneer krijg je die jeuk? De meeste patiënten ervaren jeuk in het begin, in de tijd van wondgenezing en wanneer het litteken zich aan het ontwikkelen is. En het ontwikkelen van een litteken, dat kan echt wel tot een jaar duren, soms wel langer. En dat komt waarschijnlijk omdat histamine komt vrij tijdens de wondgenezing en tijdens de littekenfase. Waardoor patiënten in die tijd ook heel veel jeuk kunnen ervaren. Kelly, de hamvraag van Marieke, maar zeker ook voor alle andere mensen met brandwonden. Wat is er te doen tegen de jeuk? Ja, er zijn verschillende opties om jeuk te behandelen. Je hebt de niet-medicamenteuze opties of wel geven van medicatie. En als je kijkt naar niet-medicamenteuze opties, is bijvoorbeeld het dragen van drukkleding een hele goede optie. Ja. Dat is een soort strakke mouw die je bijvoorbeeld over het litteken aan kan doen. Die geeft constant druk, bijna alsof je eigenlijk krabt tegen de jeuk. Ja, herkenbaar gevoel waarschijnlijk. Of je kunt de huid heel goed insmeren met crèmes die je zelfs kan koelen door eerst in de koelkast te stoppen bijvoorbeeld. Oh ja. Als dat soort dingen niet afdoende zijn, dan kun je altijd nog medicatie proberen. En wat wij het meest voorschrijven is een antihistaminicum. En dat is eigenlijk een tabletje dat werkt tegen histamine. En histamine is een stofje wat dus de jeukklachten geeft. Maar het heeft als bijwerking mogelijk wat slaperigheid. En een ander middel is iets wat ook de zenuwvezels kan werken. Een middel dat niet standaard wordt voorgeschreven. En dat is gabapentine. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar het werkt op de zenuwen. En daarmee is het idee dat ook de jeuksignalen door de zenuwvezels niet meer doorgegeven worden. En mensen dus minder jeuk kunnen ervaren. Oké, en de mensen moeten dus eigenlijk dan naar hun eigen behandelende arts toe om dat voorgeschreven te krijgen? Ja, je kan het niet zelf halen. Dus dat is iets wat je met je eigen arts moet bespreken of dat een optie is om dat te doen. Nou, dankjewel. Wij hebben in ieder geval wat tips van je gekregen. Heel erg bedankt daarvoor. Ja, graag gedaan. Bijzonder om zo het verhaal van Marieke te horen. En hoe fijn dat Kelly ons meer kon vertellen over jeuk bij brandwonden. Heb je zelf erge last van jeuk gehad? Of misschien tips of ervaringen? Vertel ze ons. Laat het weten. Dankjewel voor het kijken.